Zo, jongens en meisjes. Hees stemmetje hier. Ik ben drie dagen naar Terschelling geweest. Oerol Festival. Echt genoten, maar mijn stem heeft het een klein beetje begeven. Komt wel weer terug. Hopelijk hebben jullie het overleefd. Twee dagen zonder video. Nee. We gaan veel doen. Er gaat veel gebeuren. We gaan mooie spelers pakken. Dus een duimpje omhoog wordt gewaardeerd. Morgen, daar wil ik jullie nu echt warm voor maken, komt mijn nieuwe gym video online. Een update van hoe het ervoor staat. Er zit veel werk in. Is denk ik heel leuk geworden. Dus daar kunnen jullie naar uitkijken. Maar vandaag dus Weekend League met Ultimate Team of the Season. Goed. Het team heb ik flink omgegooid. Je zag het al eventjes. Die Lautaro Martinez heb ik natuurlijk vorige week gepakt. Die Dybala heb ik gekocht voor 1 miljoen ongeveer. En we hebben Eusebio nog. En dus laat ik die Lautaro op de rechterflank starten. Leenspeler Tonali heb ik geprobeerd. Naast Barella. 5-6 ton. Leek me een mooi middenveld. Complementair aan elkaar, dacht ik. En op linksback heb ik nu Davies gezet. Alfonso Davies, ook een leenspeler. Misschien niet heel leuk, maar ja, de ploeg op best wel wat posities toch omgegooid. Rodrigo staat nu bijvoorbeeld niet meer in de basis. Die valt wel vaak in. Vandaar dat je dat moment zag. Eerste pot gelijk moeilijk. 3-2. Twee doelpunten toch weer van Jamal Musiala. Nog steeds de belangrijkste man. En dit is Lautaro Martinez. Ik wist niet zo heel goed wat ik van hem moest verwachten. Die stats van hem zijn echt goed. 95 rated in zijn... Wat is het? In zijn pace, in zijn shooting en in zijn dribbling volgens mij. Best wel hoog allemaal. Maar hij start dus wel vaak vanaf de rechterkant. Omdat ik zeg van ja, Eusebio in de spits, dat is gewoon te goed. Dat is beestachtig. Hier is die Alfonso Davies, die dus de voorkeur krijgt boven Roberto Carlos en Nuno Mendes. Die ik daar vorige week had staan. Die vond ik wel echt goed. Dus het was niet per se nodig. Alleen ik heb die Verratti eruit gehaald. Omdat dat gewoon niet meer paste. Ik had eerst Verratti met Barella, maar dat vond ik weer... Twee types die te veel op elkaar leken en te weinig defensieve kracht. Dus Verratti moest eruit, waardoor Nuno Mendes ook niet meer op chemistry kwam. Dus dit leek me op zich een goede oplossing. Hier is Musiala weer. En ook weer een rage quitje. En dan krijgen we het hier een keertje moeilijk, want we komen 1-0 achter. Sterker nog, we komen 2-0 achter. Sterker nog, we komen 3-0 achter. En dan weet je dat er echt stront aan de knikker is, zoals ze zeggen. En dan hebben we dus invaller Son nodig om terug te komen in de wedstrijd. En hier, Musiala, kwartier voor tijd... Doet echt wat terug, maar helaas, we drukken en verliezen uiteindelijk met 4-2. En dus de eerste nederlaag een feit. Als zo'n nederlaag dan toch te vroeg valt, namelijk in pot 6, begin je ook gelijk een beetje te twijfelen aan het team. En dat heb ik eigenlijk continu wel gedaan. Je zag hier op het laatst 4-2-2-2 staan. Dat ga ik nu ook vast als opstelling spelen. Met nog steeds Barella en Tonali, Frimpong uiteraard op rechtsback. En met die 4-2-2-2 lijken we direct... toch weer wat beter aanvallend spel te vertonen. En dit is echt een pareltje vanaf de aftrap. Oh, de assist van Lautaro is echt prachtig. En Eusebio rondt het fantastisch af. Eusebio sowieso natuurlijk weer een van de belangrijkste mannen. Versiert hier een strafschop en Dybala, heel leuke speler. Echt heel leuk. 98 dribbling volgens mij, als het niet 99 is. 99 volgens mij zelfs. Echt heel lekker. Als de gameplay goed is, is die Dybala echt fenomenaal. Alleen, ik heb Musiala nou eenmaal op 10... in dat 4-2-1 systeem, dus ik kwam er niet helemaal uit. Want met Dybala en Lautaro heb je op de flanken ook weer twee spelers. Het zijn niet echte buitenspelers, als je begrijpt wat ik bedoel. Musiala wilde ik ook niet echt op de flank zetten. En dus kom je met dat 4-2-2-2 systeem uit. En ja, dat ging lekker, maar ook weer niet zodanig dat ik er echt heel erg tevreden over was. Deze wedstrijd eindigt nog niet eens in 6-3. Want het wordt hier na echt een schitterende tiki-taka aanval... uiteindelijk ook nog 7-3. Eusebio kijkt en die poft hem dan binnen met zijn linker. Groen getimed. Puskas, dat zag ik trouwens in jullie reacties later pas. Toen was ik al begonnen, want ik heb dit allemaal op de zaterdag gespeeld. Voordat ik naar Terschelling ging. Alles op de zaterdag, ook de playoffs. Dus dat is sowieso nooit een heel goed idee. Dit is een lekkere actie van Dybala. Sowieso is die Rainbow Flick echt heel chill. Daar kom je echt op de flank best wel vaak dreigend mee langs je man. Ja, als je er langs komt is het sowieso dreigend. Weer 3-0 achter. En dit is de 9e pot. Dat is allemaal gewoon veel te snel, veel te veel. De bal wilde niet in deze wedstrijd. Puskas is hier dan wel ingevallen. Ja, een beetje hetzelfde verhaal. Een beetje hetzelfde type als Dybala eigenlijk. Weliswaar 5 sterren weak foot, die Puskas. En hij is goed, maar dan heb ik voor mijn gevoel toch te weinig echte pace monsters. En die Musiala moet gewoon op 10 van mij. En Eusebio ga ik ook niet echt op de flank zetten. Dus ik weet het niet. Het team was misschien gewoon goed zoals het was. Met Rodrigo en zo'n Diaby op de flanken. Deze pot wonnen we nog. En dit is dan de tussenstand na 10 potten. Musiala op 11. Eusebio op 7. Dybala slechts 3. Dan speel ik op de zaterdagavond. Een late sessie.
pot 11. En vol goede moed. Ik denk, 8-2, prima, valt nog genoeg van te maken. Maar weer snel 3-0 achter. Echt veel te snel, veel te veel. Die Tonali was ik ook niet kapot van. Barella is een fijne middenvelder, maar ik vond hem ook niet beter dan types als Verratti en Modric bijvoorbeeld. En dus kwam ik er hier eigenlijk wel achter bij mezelf van geprobeerd, gegokt en verloren. Het draaide gewoon niet goed. Ik wist niet goed wat ik moest met mijn formatie en met welke spelers ik nou echt waar moest zetten. Te veel spelers net niet helemaal in hun kracht, vooral voorin. Dus ik heb het helemaal anders gedaan weer. Barella eruit, Tonali die leenspeler eruit, Dybala weer verkocht, Davies er weer uit. En eigenlijk een beetje de ploeg van vorige week gewoon teruggehaald. Met Nuno Mendes weer in de basis, Verratti die dus ook weer terug kon komen. Musiala maken we weer een linkshalf van. Rodrigo die kon daar spelen op de rechterkant in de basis. In plaats van Kimmich dacht ik, oké, ik heb nu geld voor Goretzka. Dat leek me wel lachen. Ik heb zitten denken aan Diaby. Maar ik wilde deze speler nog heel graag proberen en weer terughalen. Alexis Sanchez, oh, die heeft 99 dribbling. Volgens mij had die ballen dan wel 98. Braziliaanse manager uit de Ligue 1 erbij. En dan staat het eigenlijk wel weer goed. Toch Eusebio dan op de flank. Al heb ik ook weer 4-2-2-2 gespeeld met Eusebio en Alexis naast elkaar in de spits. Maar we gaan hier natuurlijk al 8-3. Waarmee er helemaal niks verloren is. Je kunt natuurlijk nog steeds prima rang 3 halen, wat ook eigenlijk wel een beetje een must is, zeker met Ultimate Team of the Season als je kijkt naar de goede rewards die je kunt krijgen. Alexis laat zich wel gelijk zien, is echt een leuke speler, ik vond hem toen ook echt heel vet. Ik had toen die, welke kaart is dat, niet zijn Team of the Season, maar één kaart minder van hem, Road to the Finals, denk ik. Doet er niet zo heel veel toe, maar die kaart van hem vond ik ook wel heel leuk om te gebruiken. Dan is het hier 2-1. Allemaal in pot nummertje 13 zitten we dan alweer. 2-2. Oh, dit is een hele lijpe pot, ja. Het is dan 3-2. Wordt dan 3-3. Komt onze tegenstander voor het eerst zelfs voor met 4-3. Maar ook wij blijven bikkelen met Goretzka en hier Rodrigo. Toch wel echt een lekker spelertje. Ik heb hem misschien ook een klein beetje onderschat weer of zo. Of onderschat hoe belangrijk hij eigenlijk was. Puskas valt iets eerder in nu in deze wedstrijden. Zeker omdat Dybala en dus Dybala is weg en Lautaro, die gebruik ik eigenlijk gelijk ook helemaal niet meer. Een goede spits, maar zeker niet de beste in onze selectie. Dit is altijd heel lelijk. We gaan natuurlijk 10-3 en dan gaat er iemand weg bij 1-1 in pot 14. Echt bloedirritant. De tweede pot 14, dat is dus deze, die verliezen we. Oh ja, trouwens, dit is al een paar video's zo. Het is echt knijtirritant, maar hier zit een vlekje op mijn lens. Dus niet op de muur, dat denk je misschien, maar kijk, ik zit op de lens. Terwijl we Eusebio weer spits maken. Puskas nu echt in de basis. En Puskas dus gewoon nu in de basis. Omdat ik toch weer begin te twijfelen, Alexis toch maar weer weg. Puskas mag het dan gaan laten zien. Het is gewoon echt niet goed. 10-4 en weer is het lastig en verliezen we hem gewoon. Deze had ik niet hoeven te verliezen, maar ja, dan ga ik 10-5 en dat is gewoon echt... Echt crisis. Ik besluit om deze man terug te halen, Diaby. Je ziet er gewoon, zo, dit hoort niet. Ik heb echt een paar weken gehad dat ik gewoon, ja, dat ik gewoon heel blij was met mijn team. En toch ga je dan weer wat dingen omgooien als je iets pakt. Het is zo stom. Het is zo stom. En dit is wel weer echt het team waar ik wekenlang mee heb gevlamd. Met Eusebio, Rodrigo, Diaby en Musiala. Dat was gewoon mijn voorhoede en dat liep toch gewoon lekker. Diaby en Rodrigo met de snelheid en 5 tegen skill. Gewoon super belangrijk voor mij, blijkt dan toch maar weer. Never change a winning team. En ja, dan is het dus al eigenlijk al een beetje klaar qua eindresultaat. Maar dit is wel een hele goede eindsprint. Dit is, even kijken, minuut 12. Ja, dit is pot 19 alweer. Eusebio met de 1-0 vanaf de stip. En dit is een hele lekkere actie van Musiala. Oh, krijgt hij een klein beetje gelukkig mee, maar echt niet normaal die man. We winnen dus alle potten met het oude team. En dat is eigenlijk wel een klein wake-up calltje weer. Of ja, hoe moet je het zeggen? Het is in elk geval weer een signaal dat ik dat team nu gewoon echt moet houden. Diaby gewoon een lekker spelertje. En dus wordt het rang 5. Oh, ik zei net rang 3 trouwens. Hè? Nee, rang 4, sorry. Rang 4. 16-4 hebben we dus niet gehaald. Het wordt 14-5. Omdat deze tegenstander nog wel terugkomt met wie anders dan Harry Kane. Maar we laten het niet gebeuren dat we er nog eentje verliezen. 15. 5.
had het kunnen worden, maar we geven die laatste pot weg. 14-5 dus, en dus rang 4. Goed, dan de rewards. Datgene waar de meeste van jullie waarschijnlijk voor zijn gekomen. Dit stelt allemaal niet zo heel veel voor, maar dan krijg je straks 2 van die echt goede player picks. Dit is al leuk, Neuer. Maar 2 van die player picks uit het Ultimate Team of the Season. En dit vind ik al leuk. Mo Salah past totaal niet in mijn team. Maar goed, leuke speler. Vind ik altijd fijn. Elke game eigenlijk. En dit is ook heel vet. Theo Hernandez. En die moet ik toch wel echt in mijn ploeg gaan zien te passen. Salah lijkt me wel een ideale supersub. Ik zou echt niet weten hoe ik hem moet gaan linken. Of ik moet die Firmino kaart gaan doen of zo. Dit is niet al te best. En dit kan dan een heel ziek pakket zijn. Met hier Pedri. Die vind ik ook gruwelijk. Ook echt een heel leuk kaartje. Helaas is dit pakket wel untradable. De rest valt dan tegen. Met Ter Stegen en Klaus. Maar Pedri en Theo ben ik vooral heel erg blij mee. En Salah is gewoon leuk. Dit is nu hoe de selectie eruit ziet. Hier nog even de topscorers van dit weekend. Ik moet niet te veel gaan sleutelen aan mijn team. Maar die Pedri, die kan wel echt in de basis. De komende dagen gaan we wel even nadenken. Morgen dus die gymvideo, jongens. Laat hieronder maar gewoon weer even weten wat ik met mijn team moet gaan doen. Van alle spelers die ik heb gebruikt, toch even een kleine recap. Dybala, echt heel fijn. Maar alleen als je hem in de as gebruikt, zou ik dan doen. Lautaro, prima, maar niet bovennatuurlijk. Barella vond ik fijn. Maar ik heb gewoon echt één zo'n type als Kimmich nodig. Smalling vond ik wel goed. Jullie zeiden trouwens ook dat Tomori beter is. Kan ik nog proberen. Die link natuurlijk ook met Theo. Dat zou ik nog kunnen proberen. Davies heb ik ook gebruikt. Die was gewoon goed. Maar ook niet per se beter dan Nuno Mendes. Goed, dat was dat. Ik ga naar bed. Ik neem wat hoestdrank, denk ik. Want dit slaat echt helemaal nergens op. Echt zware nachten gehad. Thanks voor het kijken, jongens. En tot morgen.